Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 16 februari van Weerplaza. Het was een fraaie winterdag met geregeld zonneschijn. Alleen in het noordoosten was er meer bewolking aanwezig. Vanavond krijgen we in het hele land wat meer wolkenvelden, de temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden en de wind zwakt geleidelijk aan af. Vannacht gaat het 2 graden vriezen in Groningen en ligt de minimumtemperatuur in het zuiden van het land rond het vriespunt. Daar is de bewolking wat dikker. Morgen komt vanuit het westen de zon er geregeld bij. In de middag is het vrij aangenaam met 6 tot 8 graden en niet al te veel wind. En de zon die schijnt geregeld. Zondag is het eerst ook nog droog met geregeld zonneschijn. Later zien we in het westen wat meer bewolking. Kan er mogelijk een enkele bui vallen. En het wordt opnieuw een graad of 7. Maandag is het bewolkt en soms ook nat. Daarna krijgen we weer droog weer, maar wordt het kouder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.